Hey mensen! Schoolpauzes, het is heerlijk om eindelijk een keer pauze te hebben, maar ze zijn niet altijd even leuk. En als je nou denkt, hè Dylan, ik snap er helemaal niks van, wat bedoel je nou? Dan heb ik hier voor jullie 10 irritaties tijdens de schoolpauze. Oh, shit man! Weer te laat. Hé, hey, daar is nog een tafeltje. Laat maar. Ik pak wel iets anders. Nou, laten we hier dan maar gaan zitten. Ja. Oh, heb jij gisteren toevallig Chinees gegeten? Ja, hoe weet je dat? Nou, je lekt een beetje. Oh shit, godverdamme. Oh shit, dat pakje. Ah, godverman. Mijn echte Louis Vuitton tas. Je zei dat je die gekocht had in Turkije op de markt. Ja, dus? Rick, volgens mij heb je ook een lekkend pakje in je tas. Maar ik heb geen tas om. Godverdamme. Pak die dweil. Pak de dweil. Ah, fantastische zitplek hier. Helemaal doorweekt. Kom op. Helemaal plat. Gadverdamme. Oeh, flatbread. Dat is echt lekker. Flatbread. Dat is heel... Ik koop niks anders dan flatbread. Ik wist helemaal niet dat ze hier flatbread verkochten, joh. Heel... Dat is toch van... Flatbread, als je voor pret bent. Goed. Smakelijk eten, mannen. Dat ga ik dus echt niet eten, hè? Hé, hey joh, gooi het even in de prullenbak, man. Kom op. Ja, maar waar staat hier een prullenbak? Ik bedoel, ze staan hier allemaal zo ver weg, ik zie er geen. Dan loop je een stukje. Gooi je nou flatbread weg? Je gooit er geen flatbread... Wie gooit er? Ik ken niemand die flatbread weggooit. Flatbread is heerlijk. Hou van flatbread. Flatbread is best. Oké. Okay. Oh, daar is er één. Ja, ik wel. Wie gooit de flatbread tegen mij aan? Nou, weet je wat? Ik ga wel even wat eten bij de kantine halen. Oh, kun je ook wat van mij meenemen? Wat? Maar je hebt zelfs 6 boterhammen en een frikandelbroodje. Ik haal wel wat. Vier uur en 30 minuten? Dan is mijn laatste lesuur al afgelopen. Sorry. Hoe lang sta je hier al? Geen idee, 3 uur of zo. 3 uur? Maar heb je geen les? Ik zit hier al jaren niet meer op school. Wat doe je hier dan? Nou, ze verkopen hier dus zo'n lekker flatbread. Laat maar. Waar kan ik nou eten krijgen? Oh, ik moet echt wat gaan eten. Hé, hey, wat doe jij altijd tijdens de schoolpauze? Sorry, ik wilde eigenlijk net wat gaan eten. Ja, maar vertel me eens. Hoe fix je nou die echte chickies hier op school? Luister, ik moet echt wat gaan eten. Ik heb zo'n Oké, dus is het hier dan ook altijd herres tijdens de pauze? Hij zei herres! Hij zei herres! Ik heb hier geen tijd voor. Ik ga echt wat eten fixen. Weet je wat?
Ik ga gewoon pizza bestellen. Ja man, goeie. Gewoon lekker thuisbezorgd in de pauze. Ja. Hé, hey, wacht eens even, thuisbezorgd? We zitten toch op school? Heet het dan niet schoolbezorgd? Oh, kom op. Wifi werkt er niet. Het komt natuurlijk omdat iedereen weer op wifi zit hier. Ja, gezellig hoor, deze school. Hé, hey, wacht even. Je kunt mijn hotspot, maar op één voorwaarde. Dat je voor mij 2 pizzas extra bestelt. Vooruit. Ah, yes! Komt die pizza nou? Ik heb zo'n honger. Hè? Hoe kan dit? Serieus? Je hebt net 6 boterhammen en een frikandelbroodje gegeten. Ja, snelle spijsvertering. Hallo, 1 pizza margherita en 2 pizza salami. Dankjewel. En wat vinden jullie er nou van dat er steeds meer bezorgd wordt op de scholen tegenwoordig? Kortom, laat me eten! Serieus? Hey, ho, jongens. Pizza is niet de bedoeling, hè? Kom op. Maar, meneer de conciërge. Dit is flatbread. Dit is flatbread. Dit is echt nonder je grote flat. Dit is een halve meter flatbread. Dit is 3 dozen halve meter flatbread. Flatbread is de best. Weet je, mijn oma maakte de allerbeste flatbread. Die is overleden tijdens het maken van flatbread. Mijn oma, je hebt flatbread, je hebt Italiaans, wist jullie, je hebt Italiaans flatbread, je hebt Spaans, Duits flatbread. Ik heb ooit doosjes gekocht met flatbread. In de winkel, je hebt heel mini, je hebt allerlei soorten flatbread. Flatbread is de best. Weet je, als jullie mij 2 van die 3 dozen geven, dan hebben we een deal. 1. 2. 1. 4. 1. 8 en een beetje. 1. Deal. Hey! Alsjeblieft. Hey! Flatbread. Dat rel eten we ook met saus of met curry. En hij is ook wel afgepakt. Ja, pauze is voorbij. Laat je eten nu meteen vallen en onmiddellijk naar de les toe. Wat? Maar dat kan helemaal niet. Ik heb nog niet iets gegeven. Yo, kom maar hier. 3 flatbreads voor de conciërge. Dank jullie wel. Zo vervelend. Ik wil gewoon eten. Ja, jammer. Helaas, geen pizza. Maar ja, gelukkig... ja. Improvisatieskills. Oké, laten we maar snel doorgaan naar iets wat ik wel kan en dat is gratis spullen weggeven. Wil jij nou deze Hey Mensen sokken winnen? Dat kan. Laat in de reactie weten wat jij nog meer een irritatie vindt tijdens de schoolpauze. En wie weet, komen deze wel naar jou. Zo. Ha! Je dacht dat ik hem zou gooien, maar deze keer denk ik het niet. Ik wil natuurlijk Rob Shapers bedanken voor het meedoen aan deze video. En natuurlijk Kortom, echt een glansrol ook weer. Oh ja, en de winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Winnaar! Klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. Klik op het duimpje omhoog en klik op de notificatiebel. En tot de volgende keer maar weer. Later!